Danny Haasbroek is de e-sporter van Excelsior. Danny, jij speelt een jaartje nu competitief FIFA, klopt? Ja, dat klopt. Ik speel toernooien bij ProPlays vooral. En verder doe ik ook G-Finity mee en speel ik voor geld. Dat is een beetje de dingen die veel van de FIFA-spelers, die veel van ons kennen. Voor de mensen die het niet kennen, dan hebben we het wel over best aardige toernooien, G-Finity. Ja, G-Finity, dan speel je gewoon internationale topspelers alleen. En ja, dat is meer gewoon om jezelf te testen, kijken hoe goed je bent. En ProPlays, ja, daar kan je mooie geldbedragen mee winnen. En dan komt Excelsior op een gegeven moment en die zegt van hey, we hebben een e-sporter nodig. Wat gebeurt er dan? Nou, ik zag dat Excelsior een toernooi ging houden, want ze zochten een e-sporter. En toen dacht ik, schrijf me in. En toen kwam ik bij het toernooi en die heb ik dan gewonnen helemaal. En toen mocht ik op sollicitatiegesprek komen uiteindelijk. Ben je ook een Excelsior supporter in hart en nieren? Elke week of om de twee weken op de tribunes, noem maar op. Nou, ik ben in Nederland, ik heb geen voorkeur voor een club. Maar nu ik eenmaal bij de club zit, ga je steeds een betere band met de club krijgen. Nu kijk ik elke wedstrijd en ik ben ook regelmatig in het stadion te vinden. Ja, wat doe je dan buiten de wedstrijden om van Excelsior zelf? Kom je ook veel bij de club? Wat doe je daar dan? Ja, ik kom veel bij de club. En de bedoeling is ook dat ik uiteindelijk maatschappelijk werk ga doen. Dat ik langs scholen ga om uit te leggen wat verantwoord game is. Want ik studeer verder ook daarnaast. Ik werk en ik zit ook op sporten. Het is een behoorlijk druk schema, maar je bent nog steeds wel een van de grote kanshebbers op de titel hier. Ja, dat klopt. Maar ik speel, natuurlijk in het weekend speel ik veel FIFA, namelijk Weekend League. En ja, daar word je alleen maar beter van. Dan speel je tegen goede jongens, hè? Ja, spelen tegen de top van Nederland, van de wereld. Hoe reageren ze binnen de clubs? Is het allemaal breed geaccepteerd? Snapt iedereen van, oké, dit is Danny, dit is een e-sporter, logisch? Of is het nog even bewijzen? Nou, zeg maar, Excelsior is relatief niet de grootste club. En daardoor is het echt een heel echte club, een echte band. Dus als ik daar binnen loop, dan beschouwen ze ook van, je hoort er echt bij. Dus ik ben echt heel goed opgenomen. Ja, daardoor heb ik zoveel vertrouwen gekregen dat het echt alleen maar beter gaat erdoor. Doe je wel eens pakkie uit binnen de selectie van Excelsior? Nou, ik heb tegen een paar selectiespelers gespeeld en ja, het ging allemaal wel vrij leuk. Wie heb je dat zin gemaakt? Ik wil geen namen noemen. Doe maar wel, alleen zijn achternaam dan. Nee, ik wil geen namen noemen. Dan maar een uitslag. 5-2. Wie was het ook weer? Help me even. Een goede spits. Een goede spits, nou, dat weten we genoeg.